Heb je alles bij je, vriend? Mijn glas bij me. Ja. Ik hoor daar wat rinkelen, dat is helemaal prima. Marcel Labrie. Wie kent hem niet? Graffiti, tagger en natuurlijk kunstmaker, potsbakker, kunstenaar op het canvas. Die hebben we hier schoon aan de haak. Giddy up, go. Waar gaan we überhaupt naartoe natuurlijk? Want dat is even de vraag van vandaag. Nee, we gaan naar de Kop van Zuid. Dus we gaan kriskras door de stad. En kijken of we daar heel uit kunnen komen. En waarom überhaupt naar Zuid? Kop van Zuid is toch fantastisch. Dat is, ik kom daar onwijs graag. Het is, ik vind dat echt een waanzinnige locatie. En wat daar de afgelopen jaren allemaal gebeurd is, dat is toch te gek. Hoe ze dat allemaal ontwikkeld hebben, waanzinnig. Ik moet even in de gaten houden, want er komen allemaal sirenes. Ja. Iemand in de weg rijdt. Als iemand die net zijn rijbewijs heeft, zit je een beetje achter het stuur, vriend. Ja, mooi. Maar wat mist de stad? Wat mist de stad? Ja, voor mij helemaal niks. Ik ben... Ja, dat vind ik een slap antwoord. Daar doe ik het niet voor. Ja, dat snap ik wel. Ja, nee, maar ik kom heel graag in die stad. En ik kom eigenlijk niks tekort hier. Het wordt alleen maar mooier. Je bent een kwijtkluts, hè, geloof ik, een beetje. Ik moet even kijken, Jack, want ik zie echt geen glasbak hier. Je bent je eindbestemming kwijt. Zo! Maak je wel de boel, heel vriend. Schade wordt op je verhaald, hè, dat weet je. Ja, ik spuit er wel even wat overheen. Oh, daar. Ik ben er gewoon. Labrie was hier. Wat hebben we in die tas zitten? Ho. Doe jij het altijd eerst even in de vaatwasser of zo? Jazeker. Dekseltje eraf, even in de vaatwasser en dan naar het glas, hè? Is niet nodig, hè, vriend? Niet nodig om schoon te maken? Je kan het gewoon overlaten aan de recycler. Oké. Dat is goed om te weten. Zal ik het er even ingooien? Ik weet niet of je het zo mee kan krijgen. Een pot, potje. En nog een potje. Wijnfles. Mag ik je nog op één ding wijzen? Het metrostation achter je. Tabé. En succes ermee. Dag. Ja, dankjewel. Hoi.